Record? Yes. Goed zo. Hey! Wat een synthesizer. We zijn nu zo'n bijna 10 jaar alweer op pad. En we hebben zoveel muziek geschreven, zoveel muziek gemaakt. En onze formatie heeft verschillende gedaantes gekend. Van met z'n vijven tot met z'n zessen. Toen in één keer met z'n negenen, met de blazers erbij. Als je wat geruis hoort, dan kleine Monk loopt hier beneden. Dus deze guy hier zo, die zit een beetje herrie te schoppen hier. Hè? Boenie boe boe. En voor deze theatertour wilden we eens echt een keertje uitpakken. Het materiaal wat je al jarenlang speelt, wil je op een gegeven moment nieuw leven inblazen. En toen zijn we samen met Tom Trapp. Ik ben Tom Trapp. Fantastische arrangeur. Heeft waanzinnige mooie arrangementen al geschreven. En die heeft al onze stukken aangepakt. Voor mij, de kenmerkende dingen, is dat het uiteenlopende nummers zijn. En gewoon, ja, nog zoveel groter gemaakt. Het is niet elke band die de ballen heeft om te zeggen, oké, we gaan niet alleen maar niet onze greatest hits spelen, we gaan onze favorieten spelen in een nieuw jasje. En dan beleef je dat plezier helemaal opnieuw van toen je het net zelf schreef en voor de eerste keer ging performen.
speciaal voor deze gelegenheid dachten we, laten we onze bezetting nog groter maken en nog uitbreiden, zodat we nog meer lagen kunnen toevoegen aan onze muziek. En toen zijn er ook 4 strijkers aangesloten. Nou, ik was persoonlijk niet heel erg bekend met de muziek van Direct, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom uit de klassieke hoek. Maar wat ik nu heb leren kennen van Direct, is het heel orkestraal. Ik ben echt super stoked en blij dat we dit keer met 4 strijkers op pad zijn en de blazers. Strijkers die over die snaren gaan, dat hout wat je hoort. En het is gewoon een hele andere beleving en ook je muziek krijgt gewoon een hele andere kleur. Dat betekent dat we dus nu uiteindelijk met 13 man op het podium staan. Hebben we nooit eerder gedaan. De easy way is natuurlijk gewoon met z'n 5 de bekende nummers te spelen. Dat is goedkoper en iedereen vindt het makkelijk. Maar zij kiezen er echt voor om een soort muzikaal groot uit te pakken. De interactie wordt ook weer heel veel groter met zoveel mensen op het podium. En je hebt meer om naar te kijken, meer mensen om op te reageren. En dat kan ook niet iedereen dit, weet je wel. Dat moet je ook aankunnen als band. Die interactie is er eigenlijk meer dan ooit. We hebben als locatie een kerk gekozen in Amsterdam, de Duif. Ik heb daar ook vaak klassieke muziek gespeeld en heeft gewoon een hele mooie akoestiek. Hoe vang je dan zo'n ruimte? De instrumenten klinken gaaf, maar we stonden eigenlijk in een kerk. Is niet per definitie geschikt voor popmuziek, dus dat was even wennen hoe we dat bij elkaar konden krijgen. Maar dat is ongelooflijk goed gelukt. Stronger, our love.
het was belangrijk voor mij om een heel nieuw aanpak te hebben. Ik heb niks toe te voegen aan de band sound zoals het was. Dus het vroeg om een nieuw aanpak in de zin van de blazers worden op een verschillende manier gebruikt dan normaal. En de strijkers worden het natuurlijk toegevoegd. Dus ja, het was super cool voor mij om die vrijheid te hebben. En de band heeft mij wel vrijheid gegeven en dat vind ik, thank you very much guys. Yeah. Het gave is dat als je dat uit handen geeft en ook uit handen durft te geven en je krijgt het terug en het klinkt echt gewoon helemaal fantastisch, dan ben je heel erg blij, want dan is het missie geslaagd. Ik denk dat dit muzikaal gezien voor mij echt een hoogtepunt is in 19 jaar direct. Wat we hier hebben neergezet en wat we dus nu meenemen de theaters in. It's been a long day, full of dirty looks and pretty smiles to keep the world out of harm's way. I need a soulmate, someone who knows about the ins and outs and the day-to-day of heartbreaks. I feel the cold hands that try to keep me still and try to squeeze me till I'm frozen to knowing. I know the old ways and the times that change and the fact that they will never fit together in this moment. Is it all I got? Give it more than what I think I got. This life is bigger than my one indifference. Mine is in my hands. Hold on with all. Ik vind het heel mooi wat we hebben gedaan met You Know Who I Am, wat een best wel stevige song is, afkomstig van onze EP Fired Up. Ja, dat is gewoon een soort stevige, moderne rocker eigenlijk wel. En die hebben we eigenlijk helemaal teruggebracht naar hoe het ooit is ontstaan op een akoestische gitaar. Totaal verstild en klein gemaakt. En iets andere ritmische interpretatie ingebracht. Blijft heel lang heel klein en op een gegeven moment komt er een prachtig strijkersarrangement bij. Prachtig, al zeg ik het zelf. En dat vond ik ook tof. Je kan dan ook kiezen van oké, we hebben een complete blazerssectie tot onze beschikking. En ik had ook aan Tom Trapp gevraagd van is het niet mogelijk om ook dan blazers bij You Know Who I Am erbij te doen? We hebben ze toch, maar het vond ik ook tof dat hij ervoor had gekozen. Van, het voegt misschien niet eens zo heel veel toe, dus doe het gewoon akoestische gitaar, pop, akoestische gitaar, zang en alleen strijkers.
I don't feel ashamed when you dance for me. All the others say, look the other way. I believe in you the way that fools do, and the ones that pay. You're my lioness in a dark cave. If you wanna play, I won't run away. You can wear me down and inside out. I can only say, I don't like to think there's someone else. I don't want to share you with no man. Can't you see there's no one else who knows who I am? You know who I am, yeah. You are all I want in a tight dress. When you're on the stage, I know it's late, I don't mind the way. Someday you know who I am. I don't like to think it's someone else. I don't want to share you with no man. Baby, can't you see there's no one else who knows who I am? Toen Marcel bij de band kwam, ook eigenlijk al vanuit zijn eigen initiatief een voorwaarde van ja jongens, ik weet je wel, ik wil bij deze club komen en ik wil dus ook in Den Haag gaan wonen, want samen uit, samen thuis. We gaan nu al 19 jaar met z'n allen gezamenlijk maar een optreden. Ja, daar begint eigenlijk daar begint het feest al. Wat de band nog niet weet is dat ik vanaf ons 20-jarige jubileum heb besloten om zelf te gaan reizen. Op het moment dat we instappen, we rijden altijd samen. Er wordt veel gerookt. We rijden in de rookruimte. Ik heb er gewoon mee gehad, mijn vader rijdt en zie ik al veel te vaak. En ik ken ook genoeg bands die individueel naar gigs rijden en los van elkaar. En dan bundelt het zich op het podium. Maar ik vind het vet dat het bij ons, los van die 2 uur dat je op het podium staat, dat het een hele dag, weet je wel, ja, bijna een schoolreisje is. Stopt eigenlijk op het moment dat papa Dickie de laatste afzet thuis. Dat is mijn vader, papa Dickie, dus ook medeoprichter, eigenlijk de oprichter van de band. En die rijdt dus nog steeds de bus. En dat is heel erg bijzonder. Dat je vader, die vanaf begin af aan eigenlijk al erbij is, nog steeds nu op die leeftijd, sorry pap, de bus wil rijden. En dat hij nog steeds bij elk concert aanwezig is. En dat hij nog steeds voel ik die 2 ogen van mijn vader als ik aan het drum ben. Of als ik een slokje bier neem, denk ik, oh. Maar het is wel leuk dat mijn pa er gewoon altijd bij is. Dat is heel bijzonder.
In de baas zijn we met z'n vijven. Paul is een paar jaar terug ook echt bij die band gekomen. Ja, dat voelt zo vertrouwd en dat is die vaste club. Op het moment dat we met de blazers gingen spelen, merkte ik dat die weer een nieuw geluid toevoegde aan onze bandsound zoals we die hadden. De blazers Jan, Luc en Guido, daar spelen we nu al een tijdje mee. En dat zijn echt, buiten dat je bijna elke show met ze speelt, zijn het ook echt goede vrienden van de band geworden. Eigenlijk een soort van onderdeel al van het live repertoire. Die speelde al zo gruwelijk strak dat ik merkte dat wij daardoor ook beter gingen spelen. Ze zorgen altijd voor positieve sfeer, maar ook juist voor een focus, omdat hun zo heavy zijn als muzikant. Echt met de grootte der aarde hebben gespeeld en dan nu dus bij ons spelen. Dat houdt jezelf eigenlijk ook best wel scherp en dat vind ik nog steeds heel erg kicken. Dus ja, het is altijd tof om op die manier met nieuwe mensen te werken en met nieuwe muzikanten te spelen, omdat die je weer scherp stellen en... Ik weet niet of daar een stukje dan bewijsdrang naar boven komt. Dat je wel laat zien van hey, we're a tight band. En zij zijn ook een tight sexy bij elkaar hoe ze spelen. Dus dan lift dat elkaar op. I'm early like the sunrise. I got my back to the grass. I'm one with the shadows in the hollow of time. How you breathe in and sigh, holding life like a lover. I'm waiting to embrace your presence. Right here, we are the young ones. Side. The future's endless, and so is tonight. Suck it up, spit it out, ain't got no time to pretend.
wij zijn als bandje zelf al hele uiteenlopende karakters. Eigenlijk vanaf het begin af aan met Direct zijn we heel hecht geweest met de mensen waarmee we werken. Een soort familie is het eigenlijk, vind ik, Direct. Mooi stel, gekken bij elkaar. Voor ons prioriteit dat we goed omgaan met elkaar en dat je ook daarin weer een hoop lol hebt, weet je wel. Dat... Zij gaan natuurlijk al heel ver terug met z'n allen, maar het is echt één groep. De match met die blazers, dat is echt super lachen. Want ja, een soort logisch verlengstuk van de band geworden. Muzikaal helemaal, want muzikaal is het echt heel tof om met die boys te spelen. Deze band heeft heel hoog in het vaandel staan om gewoon te have some fun, weet je wel. Het moet leuk zijn. Ik moet je zeggen dat het bij Direct altijd zo is dat je, of je nou op Pinkpop speelt of een opname hebt, je voelt die druk niet. Omdat er zoveel positieve energie is. Je bent echt met de hele club bij elkaar. We werken echt met een waanzinnig team. Iedereen die muziek gaat maken ooit, eigenlijk je begint ermee omdat het leuk is. En ik merk hier wel vaak ook dat we dat vast weten te houden. Dus als de energie maar en de joy er is, dat draag je uit. Nou, nogmaals, dat is iets waar ik me thuis voel en of echt thuis ben gekomen in deze band.
true light upon my eyes makes me realize my feeling. De vorige theatertour waar ik bij was, die waren full-on elektrisch. Dus dat was gewoon echt gewoon op vol volume ook. Gewoon grote amps, echt gewoon kraak gewoon de zaal in. Wat ook weer te gek was, omdat dat is totaal niet des theaters. We zullen altijd een band zijn die ook live energiek wil knallen en een bepaalde bubbel van kracht wil induiken. Op het moment dat je als rockband theaters ingaat, dat je niet alleen maar een soort semi-akoestische versie van je liedje presenteert, maar dat je ook durft te knallen. En de theaters, dat is, ik vind het zelf een hele mooie plek om je muziek te geven. Omdat op een festival staan mensen te springen en heb je vaak een uur de tijd om te knallen. En dan knal je dus ook eigenlijk altijd. En in het theater is geen bar. De mensen zijn stil, de mensen zitten. Dus je kan ze echt een luistertrip bieden. Voor mij is een liedje als All That We Ever Had. Vind ik daar een mooi voorbeeld van. Ontstaan als een ballad. Maar er zit nu in het midden een enorm uitgestrekt instrumentaal. Ja, het is eigenlijk een jam. Marcel die dirigeert eigenlijk bijna de band. Daardoor krijgt ze hele spannende momenten waarop solo's langer of korter duren. Of steeds zachter worden of steeds heftiger worden. En vanuit daar dijt het zich uit. En volg ik Jamie en Jamie volgt mij. Het is een soort spel van dynamiek. Prachtige strijkersarrangementen zitten daar ook doorheen. Gewoon echte strijkers op je muziek. Ja, ik vind dat sowieso altijd al kicken, weet je wel. En dat leeft natuurlijk in een tijd waar alles uit een doosje komt. Dat doet me eigenlijk altijd een beetje denken aan 60's soundtracks. De arrangementen die er daarvoor zijn geschreven. En dat op een gegeven moment dan groeit dat en dan explodeert die vulkaan. En dan gaat dat gaspedaal ook echt even in. En dat vind ik ook wel heel fijn. Ik ben ook heel blij dat ik in die theaters niet hoef te zitten. Want ik zou echt niet op een stoel kunnen blijven zitten 2 uur lang. Dat gaat echt niet. En zeker op dat soort momenten dat je die energie opzoekt binnen een liedje en binnen een jam. Dat als je dan op standje 10 gaat, dat je dan een keer elkaar kan opzoeken. En dat je... Oh. My mind bars, so we go outside. Crazy Madonna, I ain't got all night. Police are on the backseat, steam up the window. Wonder how we got here, where we end up going. Tango for two.
so hungry, craving to get in. Do you like where you fit in? Is the spot too tight? Losing game. I can't get it now.
Devil Don't Care. We eigenlijk vlak voordat dit hele avontuur begon, hebben we de studioversie opgenomen. Zijn voor naar Berlijn geweest. Hele toffe sessie gedaan. Devil Don't Care vind ik een van de vettere nummers. Eigenlijk is De Duif was de eerste keer dat we het eigenlijk echt met de hele club aftikten. Daar kwam dat samen. Ja, die was wat elektronischer. Er zit lekker veel synthesizers in, ja toch? En heel vet, daar spelen de blazers percussie. Dat is toevallig een track waar geen blazerspartijen in zitten. Synthesizers, daar houden we natuurlijk van. Voelt heel fris om dus een tour te doen terwijl er een nieuwe single uit is. Dus een track komt langzaam tot leven. En dan is het heel vet om iedere avond dat die actuele track ook af te tikken. Zeg maar dan voel je gewoon op de een of andere manier dat er iets in een zaal gebeurt. En ja, ik hou heel erg van die prikkeling van iets nieuws, zeg maar. En daar zitten we dus nu middenin. Als je Marcel persoonlijk kent, dan is het heel makkelijk om te zien dat zijn geest door alles wat hij aanraakt zit. Dat is en vandaar dat veelzijdige nummers van Direct iets wat een hard rock in Crazy Madonna is of iets wat een All in Vain is, dat is Marcel hier doorheen, Marcel daar doorheen en het is onmiskenbaar. Ik weet nog dat ik geraakt was door Marcel, dat hij zo verschrikkelijk mooi stond te zingen en zo in het moment opging. Dat je nergens meer over nadenkt. Dat je er alleen maar wil aanhaken. En
en het nog mooier wil maken dan hij het op dat moment al aan het maken is. Wat maakt All in Vain special? De samenwerking tussen Marcel en de akkoorden. Klinkt een beetje vreemd, maar hoe hij reageert op de changes en de lopende onderkant van dat nummer is Marcel op zijn allerbest.
take me home. Dat vind ik inspirerend, dat je zeg maar niet vastgeroest zit in van hoe het nou eenmaal altijd werkt en dat jaar in jaar uit herhaalt. Maar juist dat je jezelf toestaat om nieuwe routes te bewandelen en dat wat er gaaf aan is, de volgende keer nog gekker te doen, nog groter uit te pakken. En ik denk dat dat heel erg het pad is wat wij nu hebben ingeslagen. Wat ik het mooiste eraan vind is dat we het met allemaal mensen hebben kunnen doen die ook dicht bij ons staan. Alle songs die we daar hebben opgenomen in de Duif vind ik, zijn voor mij bijzonder. Eigenlijk vanaf de eerste aftikken zat iedereen erin en hebben we... Ja, heb ik het ook bijna als een trip ervaren. Ik denk dat iedereen hier zoveel voldoening uit heeft gehaald dat het nu al de moeite waard is om zoiets een vervolg te geven in de toekomst. Wat geweldig om dat met zo'n toffe groep mensen bij elkaar te doen. En dat is het grootste goed. Want dan zie je ook dat alle betrokken partijen om zo'n eindresultaat geven. En daar ook veel liefde en energie in stoppen. Dus ja, monkey. Thank you.